Wat is dit toch ook, wat is dit genieten? Oké, we gaan hier gewoon met z'n allen staan. Wat een team mensen, wat een team. Prachtig, genieten dit. Ja, soms word je gewoon geroast in je eigen reacties door je lieftallige kijkers. Gewoon dat je denkt van, moet dat nou? En dat dus. Jullie doen me heel veel pijn met me. En grapje mensen, welkom Duimpie. We gaan vandaag weer lekker de Blitz of Wipe Game spelen. Mocht je het leuk vinden, je kan altijd even liken. En die reactie werd achtergelaten. Ik kon er wel om lachen. Ik dacht, hey, weet je wat? Daar moet ik gewoon wat mee gaan doen. Dus vandaar dat ik er zoiets mee heb gedaan. En I don't freaking know. Maar ik vond het wel goed eigenlijk. Dus dat. Waar de fuck is mijn... Oh, ik was onzichtbaar. Ik denk, waar de fuck is mijn hand heen? Die kerel maakt me gewoon invisible. Ik denk, wat krijgen we nou, joh? Oké, we hebben een volledig armor setje. Het enige wat we nu nog nodig hebben is een zwaard. En als wij een zwaard hebben, zijn we fucking Gucci van. Dus wij gaan lekker ons best doen. Wat ik zei, mocht je het leuk vinden, of heb ik eigenlijk gezegd? Ik weet niet. Je kan altijd even liken, weet je? Je kan gewoon altijd even liken. Het is hartstikke leuk, man. Wat hartstikke leuk. Het is vandaag zaterdag? Ja, het is vandaag zaterdag, toch? Ja. Dat is fucking lekker, zaterdag. Oh, dankjewel, bro. Shout out naar jou voor de free kill. Oh, wacht even, ik moet eerst hem even killen. Haha, wacht even, ik moet eerst jou even killen. Is dat jouw game verpesten? Haha, ik weet dat ik nu wel een taantkill misloop, maar ik zag deze kerel gewoon op iemand inhakken en ik dacht... Oh, hell no. Gaan we niet doen. Hoppatee, deze is dood. Kom jij nou ook met me vechten of wat? Ja dus, oh shit, oh shit. Oh, what up, bitches? Oh, what up, bitches? Oh, what up? Oh, what up? Kom hier, kom hier. Oh, 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 hoppatee. Down, oké. Ging niet helemaal volgens plan... Jesus. Oh shit, hij was een Kanye West fan. Shit, ik heb hem gekild. Oh nee. Dat ging niet helemaal volgens plan. Ik had niet de intentie om eerst die andere mensen te killen. Want iemand wou mijn friet tanken geven. Alsnog shout-out natuurlijk naar jou daarvoor, die dat wou doen. Want ja, ik zag het wel, alleen het is gewoon niet gelukt. Shout-out naar jou, of course, daarvoor. Want ik zag je wou het hem geven. Maar er waren andere mensen die eerst even dood moesten. Terwijl iemand boven me zit. En ja, een beetje hectisch dit. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, we leven. Dat is fucking goed. En ik hoop, of course, dat we ook weer eens een keer kunnen winnen. Want... Man, wat is dat lang geleden dat ik een win heb gehad, zeg? Oh. Hoi, ik wil met jou vechten. Ik wil met jou vechten. Haters will say it's fake. Haters will say it's fake, but you're dead. Hoppatee. Nice. Oké, we leven nog steeds. Dat is fucking Gucci. En we gaan gewoon lekker door. Dat is vrij logisch, Duffy, want je zit in game en je gaat niet zomaar je game lieven. Nou, Duffy kennende, lieven we gewoon die game als we er zin in hebben, maar nu even niet. Oké. Er komt dus eventjes wat... Ik heb allemaal dingen openstaan, mensen, waar ik gewoon last van heb. Gewoon. En dan niet last dat ik het zie, maar... Anders lief ik, wat? Anders lief ik? Nou, dan ga je lekker weg. Imke! Ga weg! Of moet ik zeggen, Imke! Omke! Altijd leuk te pesten, altijd leuk. gaat u weer boos naar me tweeten? Je zei mijn naam verkeerd. No shit, doen we expres. Team Linzen. Nou, grapje. Linzen, ik ben niet met jou in één team. Oh, mensen. Ik zit te twijfelen. Ga ik gewoon bij de spawn wachten? Gewoon een minuut? Ik denk dat ik gewoon een minuut bij de spawn ga wachten. Mensen, wat ik aan jullie wil vragen is in deze minuut is... Klik even lekker een like aan. Dank jullie wel alvast. Volg me even op social media. Mijn links zullen allemaal beneden, of course, in de beschrijving zijn. Klik gewoon even op en meer weergeven. En klik gewoon even overal. En volg me eventjes op. Stuur me een tweetje. Stuur me een snappy. Like mijn foto op Insta. Doe gewoon iets. Have freaking fun. Of type een leuke reactie onder deze video. Roast me onder de... Nee, niet doen. Niet roasten. En dan komt het voor de rest allemaal wel goed. En ik wacht hier gewoon lekker even in de spawn. Terwijl ik nog steeds leggings zitten. Wauw. Haters were steeds fake. Maar ja, dat dus. Dat dus, mensen. Ik... Je moet toch wat. Weet je? Je hebt er nog 20 seconden voor. Dus je hebt alle tijd. Om gewoon rustig iets te gaan typen. Wat dan ook. Neem rustig je tijd, joh. Hè? Neem rustig je tijd. We wachten nog even 15 seconden. Hopelijk valt er geen kill. Gaat er een kill vallen? Waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk niet. Oké. Dit is wel fucking good chance. Zou ik nog even de blitz zou kunnen pakken. Jij mag oprotten. Jij mag ook weg. Hop. Even wat ruimte in het inventorietje maken. En wij gaan voor de Blitzstar. Die nu is gespawnd. Ergens hier in een... Duimpie! Haha! Duimpie! Hoppatee. Of course gaan voor de Assassin. Ik bedoel, ik kan natuurlijk ook voor het gear gaan. Maar dit is gewoon... Stel ik zou zelfs nu met een hacker in game zitten. Waar ik niet vanuit ga. Maar stel, dan heb ik zelfs nog een winkans doordat ik fucking Assassin heb. Dus ja, verspreid je winkansen. Holland Casino. En niet gokken onder de 18 jaar. Gokken is verslavend. Gokken kan geldverlies brengen. Ik wil die reclames zijn. In ieder geval doe het niet, mensen. Gokken is het niet waard. Is het niet waard. Oh, hij heeft een iron sword. Nice, bruh. En je hebt betere leggings en je hebt een iron sword. Jij bent mijn
Jij bent mijn superheld. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ik weet niet hoe dat liedje verder gaat. Maar dankjewel. Die zetten we. Oh, die zetten we daar neer. Haters will say it's fake. Waar staat die chain? Oh, hier. Chain leggings. Nice. Oké, we zijn fucking Gucci. We kunnen, als we nog heel snel zijn. 25 seconden lukt het om bij de spawn te komen. Voor eventuele sharpness. Het zou fucking kek zijn. Het zou echt fucking kek zijn. Maar ik denk niet dat het nog gaat lukken. Omdat ik gewoon niet snel genoeg ervoor ben. Hoewel, als Harambe me bijstaat. Dicks out for Harambe. Dicks out for Harambe. Dat zou het wel kunnen lukken zelfs. Kom op. Oké, er zit niemand in mijn back. Nice, oké. Pauw, pauw, pauw. Pauw, pauw, pauw. Oké. Fucking smite like bruh. Voelt mij niet uit. We leven nog. En gear-wise staan we bovenaan. Consumables staan we bovenaan. Winkans is aanwezig op deze prachtige zaterdag van de 20ste van de maand. Oh, ik ging serieus rechts onder zeg maar, bij mijn scherm kijken van hey, welke datum is het, welke gewoon het in beeld kan zien bij Hypixel, bij het scorebord. Oh nee. Niet met je pijl en boog, grap. Doe gewoon leuk of doe gewoon niets, weet je. Ik bedoel, ik heb toch wel mijn gauw appel gegeten. En die region heb ik toch niet nodig, dus ja. Ik dacht, als hij met hem gaat schieten en ik kom nu vanuit zijn back. It's time for a backstab. It's time for a backstab. Haters will say it's fake. You're dead. Hoppatee. Hoi. 1 hit. 2 hit. En... bam. GG. Easy. Dat is wel een easy kill op deze manier. Kappa. 6 kills en talent kill en win. Hoeveel coins krijgen we? 2129. En mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Aliens Tower. Kijken natuurlijk of wij hier ons winnetje voort kunnen zetten. Terwijl wij een aantal mensen hebben getipt. Hey, dank jullie wel hè. Jongens, dank jullie wel voor jullie hulp op de Hypixel server support gebeuren. Dat de server draaiende kan blijven kappen. Dank jullie wel. Dit is best wel ziek. Dit is best wel ziek, de gear die we hebben gekregen. Ik moet ook zeggen, we hebben vandaag best wel kitseluk. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Oh, wow. Wow, easy bruh. Easy. Ik heb niks met jullie te maken, ja. Grap, for real. Wat is je probleem? Het is fucking no kid mode. Je hebt helemaal niks. Je hebt helemaal niks in no kid mode. Denk je dat dit verstandig is om te doen? Like, bruh. Ja, of course, als je mij killt, dan heb je natuurlijk wel wat, maar... logica, mensen. No kid mode. Looten. Gear verzamelen. Zwaarden zoeken. Eten vinden. Weet je wel? Vechten kan daarna. Dat is daarna alle tijd van de wereld. Maar blijf gerust achter me aan. Ik heb inmiddels een volledig gear setje. Ik ren rustig weg. Ik regen mijn HP. Jij hebt zo meteen alleen nog maar een zwaard. Zo'n resistance uitgewerkt. 3-4 hits en je bent klaar. Nadenken. Wees je wel nadenken. Niks meer, niks minder. Kijk, hij heeft echt gewoon helemaal niks. Hij heeft echt gewoon helemaal niks. Het is zo dom. Het is zo, maar ook echt zo ontiegelijk dom. Maar in een kit mode moet je dat soort dingen doen. Weet je, ik bedoel, dan krijg je toch je kit waardoor jij altijd gear krijgt. In no kit mode? Why? Waarom zou je dat willen? Waarom zou je dat er godsnaam willen? Gaat je nou eindelijk kisten openen? Ja, nu wel hè. En nu denk je van shit, ik moet kisten gaan looten. Haha. Karma is the bitch. Oh, wat heerlijk om mensen zo te killen. We zien hier een verlepte Duffy skin. Bruh, shout out naar jou. Maar die Duffy skin kan echt niet grap. Die is echt heel lelijk. Ja, misschien vind je Duffy skin ook wel gewoon lelijk. En denk je van ik maak hem nog lelijker. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is inderdaad best een goede optie eigenlijk. Dat we hier een Bas hebben. Een Bas. Wie braucht een Bas? FIFA los of confirmed Duffy. Shit, Duffy exposed. Hij kijkt naar Matty. Shit. Wat is dood jij? Je hebt een... Wow. Mag ik wow zeggen? Ik mag hier zeker wow voor zeggen, ja. Ik ging zo. Maar ook echt zo ontiegelijk lekker gewoon. En toen kwam Lucas. En die had zoiets van... Yo, what up? Jij mag me killen. Hij zegt de free kill. Zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Ik maak ook gewoon lekker tante vooraan. Als hij zegt free kill. Bro, shout out naar jou. Op zich... Dankjewel op zich voor de save, I guess. Wat je deed natuurlijk. Met mij te save op zich. Hoewel, aan de andere kant was eigenlijk gewoon een zware KS. Aan de andere kant ook wel weer een beetje een save. Dubbel gevoel dit. Maar dankjewel natuurlijk voor de free tante kill. Ik meen me te herinneren dat die grap... Kijk, dat moet hier nog liggen. Ja... ook ergens een chain body had. Ja, zie, dat ligt hier. Ik wist het wel. Haha. Ik wist dat hier ergens op de bodem een schat moest liggen. Die van Duffy bestemd was. We hebben trouwens 6 levels. We kunnen best even gaan Ogenen. Hoewel. Het is ook al bijna damage time. Dat wel. Het gaat wel hard vandaag. Zeg, jemig.
van een winnaar aan damage toe. Dit is een betere score dan dat ik heel de week überhaupt heb gehaald. Ik weet niet wat deze man wil gaan doen. Of hij wil gaan enchanten of dat hij wil gaan doorrennen. Hij rent gewoon door. Ben ik blij mee, want daarmee laat jij voor mij de spawn een soort van open. En daardoor kan ik gaan... Oh, Jen. Oh, fuck. Oh, nee. Oh, ik ben wel... Oké. Okay. Zeg maar niks, mensen. Don't roast me, please. Het ging inderdaad even een klein beetje mis. Oké. Ik dropte inderdaad beleggings die ik wel gaan enchanten. Weg. In-game zitten we nu en fucked up. Oké, duidelijk. Duimpie. Hallo. Oh, ho. Kijk zijn keer van deze man. Kijk zijn keer van deze verrekte man. Nee doen, niet doen. Dat doet fucking veel pijn. Kom op. En kabam. Hoppatee. GG. Zo heb je geen winst dagenlang. Zo heb je twee winst achter elkaar. GG, Dixit voor Harambe. Zeker te weten. 758 coins, mensen. Tot de volgende game. Goed, mensen. Daar ben ik weer in de map Peaks. Waarin wij gaan spelen met onze Meatmaster Kit. Terwijl onze gezichtsvriend zit ook in de game, blijkbaar. Dat is pretty fucked up. Blijf ik keer op keer zeggen. Dat is pretty fucked up. Maar we gaan ons best doen. Wait, what is Haram? Oh my god. Oh, no. Nee. Kan je niet maken. Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat Harambe is. In ieder geval een kit mode. Ik dacht, weet je, als we twee wins hebben in een non-kit mode, moet het toch ook lukken in een kit mode. Hoewel ik meteen eigenlijk zoiets heb van, oeh, de namen die ik in deze game zag, hebben best hoge kits. Zijn best goede mensen. Dat kan pretty fucked up worden. Maar ik doe gewoon mijn best, want ik ben een badass. Weet je wel? Dus ja, dat. Ook hier een hit van iemand kreeg. Hallo. Shout-out aan jou voor de free tank, of course. Wacht even, er zit iemand in mijn bek te slaan, maar jij moet dood. Kom op. Oké, hij is dood. Nou, zo. Zo, de tering. Deze man hitte me wel heel erg goed. Oké, we leven nog. Of course, shout-out aan jou voor de free tank. Dankjewel natuurlijk ook dat jij, ja, toch op die manier ook een soort van langzaam gaf, I guess. Maar goed, kan ik ook niks doen, weet je. Als je mij free kill wil geven, dan wil je mij free kill geven. En die accepteer ik gewoon. Want ja, weet je, is ook zonde als je daar gewoon gaat staan. Iemand anders jat dan de kill van mijn neus weg. dus ja, we gaan lekker door. Ik hoop dat ik kan winnen. Dan hebben we drie wins in a row. Dat is wel eventjes weer een dream moment. Dat is echt lang geleden. Dat is wel echt lang geleden. Even kijken. Oké, we vonden hier anders dus ook nog gold leggings. Oké, het gezichtsvriend zit nog in game. Gezichtsvriend. Voor de mensen die zich afvragen, Duffy, waarom heb je hem in je vriendenlijst? I don't know. Ik weet het oprecht niet meer. Ik weet wel dat het gewoon een aardige dude is. Dood. Nee, dus nog steeds fake. Nee. Niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee. Niet op het ijs vechten. Hier wil ik wel met je vechten. Nee, ook niet. Oké. Oeh, we hebben Iron Leggings ervan gekregen. Nice. We hebben Tim Leggings. Oké, dan. We zien... Ah, Horst 10. No. No. Oh, no. Kijk, hier sta je dan allemaal. Hi, team. Even kijken. Five man team. We hebben gewoon fun in de Blitz Fiverr Games. Mensen, het kan nog. Het is onmogelijk. Het kan nog. Maar het kan gewoon. Sure. Oké, we gaan een 5-man schier maken. I'm in wreck, by the way. Weet je, ze komen ook gewoon in mijn... Oh, gaan we dit echt doen? Oké, we vertrouwen elkaar gewoon. We vertrouwen elkaar gewoon. Oh, shit. Oh. Oké. ja. Wat is dit toch ook... Wat is dit genieten? Oh, wauw. Ik weet niet wat we in het midden gaan doen, maar... Oh, hier is er nog. Oh god. Hey. Dat dit nog kan in de Blitz Survivor Games. Oh, we doen King of the Hill. Er wordt hier gewoon even King of the Hill gespeeld. Kunnen we iemand met full... Nee, we kunnen niet iemand full diamond maken. Ah, de Blitzers in de game. Ja. Het is ook gewoon, je staat letterlijk met 5 man daarnaast elkaar en iedereen vertrouwt elkaar ook. Oké, we willen ons nog een screen maken op mid. Oké, een screen op mid. Oh, for fuck's sake. Oh no.
Oké, we gaan hier gewoon met z'n allen staan. Wat een team, mensen. Wat een team. Prachtig. Genieten dit. No one kill. Ja, waarom? Wat gaat er dan gebeuren? Oh, we gaan er dan naar, met z'n allen naar... Oh, oké. Goed, mensen. Aangekomen in de deathmatch. Zeven man deathmatch. dit gaat een hel worden, I guess. Oké. Gaan we nou vechten met z'n allen of wat gaan we doen? Ja, er wordt hier gevochten of niet? Yep, er wordt daar gewoon gevochten. Savage, één iemand is al dood. Eén iemand is dood. Ik wil tegen mijn gezichtsvriend vechten. Ik word hier kaart doorgerekt. Ik word hier kei en kaart doorgerekt. kom op. Ah! Nee! Oh! GKS van 90%. Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, ik heb hier een diamond helm. Is die beter? Nee. Kom op, kill. Dat is een kill voor mij erbij. Wat hebben we hier op zitten? Protection 2. Ik heb wel een betere body nog, dat wel. Dit is sharpness. Hij is al beter dan wat ik heb. Oh, ik krijg even gewoon alle shit. Dankjewel. Die doen we natuurlijk, of course, allemaal gewoon netjes aan. Hoppatee. Die hebben we verder niet nodig, maar hou ik nog eens een infje. Hoppatee. Ik moet zeggen, dit gear setje, dit is pretty sick. even kijken hoor. Ze willen volgens mij een 1 tegen 1 doen. Ik laat ze ook maar gewoon rustig vechten, weet je wel. Ik heb zoiets van, ze vechten maar lekker. Ik krijg ook nog een iron body. Dankjewel, hè. ja, oké. Okay. Ja, succes, man. Good luck. Oh shit. Ga ik de game hier gewoon winnen nu? Ga ik uiteindelijk gewoon nog de game winnen ook? Ik ga ook nog gewoon de GG. Ik win gewoon de game. Fantastisch. Mensen, leukste Blitz 5 games ever. 1500 coins. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Blitz 5 Games. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Shoutout naar alle mensen in deze game. En mensen, tot de volgende keer.